Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Over Zuid-Nederland trekken nog wolkenvelden, maar van het noorden uit winnen opklaringen terrein. Daar zit overigens nog wel stapelwolken tussen en die kunnen hier en daar nog wel een enkele bui geven. Maar vanochtend is het vooral nog druilerig in het zuiden van het land, in het noorden en ook in het midden breekt de zon al geregeld door. Vanmiddag een lokale bui in het binnenland, op veel plaatsen. De zon, temperatuur van een graad of 10, dat valt wat tegen en is ook wat killetjes. En zeker langs de kust waar een stevige noordelijke wind staat. Dan neemt in de avond de kans op een winterse bui weer toe, vooral langs de kust in het noorden. In de nacht zien we dat op meer plaatsen met temperaturen vlak boven het vriespunt. En dan morgen beginnen we nog met wat buien hier en daar. Kan ook nog steeds een vlok natte sneeuw tussen zitten. Maar in de loop van de dag wordt het op steeds meer plaatsen droog. De zon schijnt, het wordt 10 graden maximaal. En de wind wordt noordoost, blijft overigens wel merkbaar. We woensdag en donderdag verlopen het droog met overdag temperaturen rond een graad of 10. Maar in de nacht kan het licht vriezen. Die kans op vorst neemt vrijdag weer wat af. Dan is er meer bewolking. Kan er ook weer een enkele bui vallen en overdag een graad of 12. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl